Geen leerling te bekennen. Logisch ook, want het is kerstvakantie. Verschillende vrijwilligers helpen mee met het verbouwen van school naar een opvang. Een week lang wordt het Piers College een thuis voor vluchtelingen. Vandaag zijn de gymzalen zijn ingericht met bedjes. De catering is er, het Rode Kruis is er, de beveiliging is in de school. En alles wordt nu in gereedheid gebracht dat we vanavond dus de vluchtelingen kunnen ontvangen. De vluchtelingen slapen in de gymzaal, maar kunnen ook gebruik maken van andere gedeeltes van de school. We hebben dus vier zalen waar mensen kunnen slapen. Dan hebben we de aula, die wordt in gebruik genomen als etenruimte. Dan is er een aparte grote ruimte waar activiteiten gedaan kunnen worden voor kinderen. Er is een stilteruimte. Er is een aparte ruimte voor waar de arts spreekuur kan houden. En er is een ruimte waar vrijwilligers samen kunnen komen, want we hebben ook heel veel hulp van vrijwilligers gekregen. Vervelen hoeven de vluchtelingen zich niet. Vrijwilligers hebben een activiteitenprogramma opgesteld. Ze hebben zich aangemeld om activiteiten te regelen voor de vluchtelingen de komende dagen. Ook op de kerstdagen zelfs. En de komende dagen zullen er dus verschillende activiteiten georganiseerd worden op sportief gebied. Maar ook knutselen en dergelijke. Ze kunnen gebruik maken van enkele computers in de school. We hebben hier een free wifi. En dus zo worden ze toch ook de komende dagen hier in de school bezig gehouden.